Ja, het is zomervakantie en dan ga je leuke dingen doen, vooral met je kinderen. Monique van het speeleiland. Monique, wat is het speeleiland eigenlijk? Het speeleiland is een eiland omringd met allemaal afzettingen waar de kinderen zorgeloos helemaal uit hun dakje kunnen gaan, kunnen spelen. Er zijn van alle faciliteiten voorzien, dus een kind kan hier gewoon genieten. Wat is belangrijk voor jullie als vrijwilligers? Dat vooral de kinderen heel erg veel plezier beleven. Wat is daar eigenlijk normaal gesproken allemaal te doen? Want vandaag heb je Circus Hannes, maar wat doen jullie normaal? Normaal gesproken zijn we alleen een speeleiland waar de kinderen dus van alle gemakken en gebruik kunnen maken van fietsen, schepjes, emmertjes, van alles. En ja, buiten dat hebben we in de grote vakantie, dus op de dinsdag, woensdag en donderdagen, hebben we dus nu het landencomplex. Vandaag is het land België en daar hebben we een circus bij en allerlei activiteiten die met België te maken hebben. Wat vind jij het leuk, hè, om hier te doen? De kinderen. Vooral het gelach en de blijdschap van de kinderen. En het zorgen voor en het zorgen om. Dus, Circus Hannes, Anne Kuipers. Wat is Circus Hannes? Dat is, Hannes betekent onhandig. Hè? Zit niet te Hannessen. Dat zei mijn moeder vroeger altijd al tegen me. En we hebben 10 jaar als clown gespeeld. 2 Hannessen. En dat is Johan en Anne. En dat werd Johannes en Annes. Dat werd Hannes en Hannes, Hannes en Co. Is dit een beroepsmatige bezigheid? Dit is een beroepsmatige bezigheid, ja. En waar kom je dan zoal terecht? Waar ik al terecht kom? Dat is een heel lang verhaal, hoor. Maar ik kom op allerlei instellingen, scholen, basisscholen, welzijnsinstellingen. Maar ik doe het in binnen- en buitenland. En ik ben zelfs overal, je kan bijna geen werelddeel noemen, of ik ben er geweest met het circus. Laten we er eens een noemen. Frankrijk? Frankrijk, ja. Ben ik geweest in Opio, in Zuid-Frankrijk. Heb je een Nederlandse school zitten. En daar ben ik zo'n 3-4 keer geweest met circusactiviteiten. Je bent actief met kinderen. Ja. Heb je daar een bepaalde opleiding voor gevolgd of iets anders? Nou, ik ben leerkracht. Dus ik heb een opleiding gevolgd om les te geven. En ik heb jarenlang les gegeven aan een pabo. Aan mensen die leerkracht willen worden. Dus daar zit wel een bepaalde affiniteit. Waarom willen mensen tegenwoordig geen leerkracht meer worden? Ja, volgens mij had dat iets met salaris te maken. Hè? Ja, maar dat is nou toch rechtgetrokken? Ja, nou ja, maar dat duurt het weer een tijdje voordat mensen weer leerkracht willen worden. Maar er zal wel andere oorzaken ook een rol in spelen. En het opvoeden is ook niet de meest makkelijke taken in deze tijd. Dus dat misschien dat dat ook nog een rol meespeelt. Maar je hebt altijd mensen die gedreven zijn en iets met kinderen willen doen. Je zegt opvoeden valt ook niet mee. Nou, heb je hier te maken met kinderen. Ja. Hoe pak jij dat aan met kinderen? Nou, dat gaat vanzelf. Dat is een soort. Ik doe het natuurlijk al jaren en jaren. Dus je voelt aan waar je wel of niet moet op ingaan. En natuurlijk maak je ook wel eens fouten, want je blijft een mens. Maar dat is wel geschoold door de ervaring die ik zo in de 40 jaar heb opgebouwd. Ten slotte, toen de kleine Anne klein was en de kindertjes van nu, wat is het verschil tussen het beleven van de grote vakantie? Toen ik klein was, moest ik gewoon mijn vader en moeder helpen. Ik ben van de armentak, dus mijn vader werkte gewoon op de boerderij. Ik heb over zo'n periode gehad dat ik meer verdiende dan mijn vader. Omdat ik op de boerderij handig was met allerlei activiteiten, zoals bieten dunnen. Dat deden we, maar ik reed ook tractor en dan moest ik de schoven. Die moesten naar de boerderij gebracht worden waar ze gedorst werden. Nou, zulke soort dingen heb ik jaren gedaan. Spelen deed ik eigenlijk met de activiteiten die ik deed. Ja, als de toekomst zo doorgaat, dan hebben we dadelijk geen boerderijen meer. Nee, je doelt op de politieke ontwikkeling. Ja, dat is nog niet afgelopen, dus ik weet nog niet hoe dat precies gaat. Maar de mega boerderijen, daar zitten natuurlijk wel aardig wat nadelen aan. En daar ben ik zelf ook geen voorstander van. Hoewel ik wel meedenk met de boeren, is dat toch een punt waarin zoveel negativiteit uit voortkomt. De helft van mijn familie woont in Canada op boerderijen en ook met megastallen. En als ik zie hoe dat daar gaat, dan ben ik vegetariër trouwens al van 40 jaar lang. En daar ben ik geen warm voorstander van die mega. Mega is nooit goed.